Met 165 miljoen per jaar van de A2 komen we lachend uit de crisis. Dank u wel, mevrouw Schulz. Ik heb al mijn geld gespaard in een oude sok. Dag meneer Opstelten. U zult wel blij zijn met mevrouw Schulz. Huh? Daar ben ik heel blij mee. Mijn collega, ja, altijd. Altijd. Heel goed. Ik ben altijd blij met mevrouw Schulz. Maar met die 165 miljoen per jaar van de A2 kunnen we de crisis zo weer uitfietsen. Nou, die crisis gaan we sowieso wel een keer uitfietsen. Ja. Per jaar 165 miljoen binnen aan flitsboetes. Oh ja? We gaan lachend de crisis uit. Mevrouw Schulz, u gaat ons eigenhandig uit de crisis trekken, hè? Is dat zo? 165 miljoen per jaar op de A2. Oh ja, ja, dat gaat helaas niet naar mij. Dat is van de minister van Justitie. Maar als u hem op een goed idee kan brengen en het naar mij kan sturen, dan... En dan kunnen we dat gat van 250 miljoen wat bezuinigd is, weer kunnen we weer vullen. Daarom. Die 250 miljoen die op infrastructuur bezuinigd wordt, kunnen we zo weer terugpakken. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Als iedereen 100 rijdt, dan is het geld op. Dan droogt het geld op. Ja, eigenlijk moeten mensen gewoon de juiste snelheid rijden. Dat is het beste. Ja, niet op die racebaan van de A2. Ja, daarom gaan we ook aan werken om hem uiteindelijk weer in de avond naar de 130 te brengen. U rijdt toch stiekem ook wel eens te hard op de A2? Zou kunnen dat ik dat wel eens gedaan heb, ja.